Om ontwikkeling te brengen zijn de goede randvoorwaarden en condities vereist om als partij niet slechts jouw wil tot uiting te brengen, maar in staat zijn om samen te kunnen werken. Bij ons is consensuspolitiek altijd leidraad geweest, voorzitter. Maar voorzitter, we kunnen geen concessies doen binnen deze politiek als er duidelijke indicaties zijn van corruptie, machtswellust, etcetera, die hoogtij vieren, voorzitter. Voorzitter, vergelijk het met dat je enorme rijkdom hebt en geen gezondheid. Al ga je gezondheid willen kopen, maar je blijft maar drugs gebruiken of te veel vet eten. U bent dokter, voorzitter, u weet het beter. Etcetera, de slechte gewoonten. Je gaat uiteindelijk zwichten. We kunnen geweldige menselijke en natuurlijke hulpbronnen hebben, maar corruptie en criminaliteit onder meer vieren hoogtij. Dus er zal dan ook geen ontwikkeling tot stand komen voor het volk. Daarom kan de bijdrage, zeker de opstelling, voor sommigen misschien als lastig worden ervaren. Maar wij blijven erbij dat zolang deze condities niet veranderen, die ontwikkeling zal uitblijven en het volk steeds slechter zal hebben, voorzitter. Ik weet nog, voorzitter, dat er in een organisatie, en zo is het in verschillende organisaties, dat er altijd strubbelingen zijn. Voorzitter, en een lid doet dagen en weken pogingen om mij te ontmoeten, om een geheime bespreking te hebben. En voorzitter, iemand doet alles in het werk omdat hij zijn partij als eerste in contact wilde laten brengen met de NDP. Voorzitter, uiteindelijk maak ik die afspraak met hem. We hebben een gastheer gevonden, voorzitter. De gastheer bestelt eten van welgedag C bij Boyke. En we gaan het nuttigen te Vredenburg. Het eerste wat ik hem zei, weet jouw voorzitter dat je hier zit. Ga je voorzitter bellen, want je moet je niet als een varken gedragen om achter je voorzitter om, wie zou het anders kunnen zijn, niet achter je voorzitter om afspraken met mij te maken. Ga naar de trap en bel je voorzitter. Dus ik kan me best voorstellen, voorzitter, dat mensen zeer gebelgd zijn wanneer ze hun speech moeten houden. Dat de president het verdraaid presenteren van een ontmoeting met hem na de verkiezingen, waarbij mijn partijleiding op de hoogte was en zelf de partijsecretaris erbij was. Let wel op aanvraag van de president als overgebracht door zijn vriend. De president weet dat wij niet hebben willen inspelen op zijn wens om verdeeldheid binnen de VHP te brengen, voorzitter. Ik zal het hierbij laten wat dit geval betreft, voorzitter, omdat het veel zegt over de karakter van de president. We weten dat mensen die kritiek hebben gehad op het beleid van deze president in het verleden en het niet meer kunnen navertellen, wordt gezien als de zwarte bladzijde in de historie van Suriname. En de president geeft het aan dat hij niet te oud is om te leren. Niet alleen onze geschriften, maar ook de historie leert dat onrecht nooit zal overwinnen over oprechtheid en eerlijkheid. President, time will tell. Na 2020 zal de NDP, ik weet niet of ik voorzitter ga zijn, zal de NDP
niet aan tafel zitten in geen enkele constellatie wanneer de persoon die daar toen gesproken heeft en zich op deze manier tegenover het instituut van de president heeft uitgelaten. Voorzitter, in geen enkele constellatie, als hij erbij zit, is er geen dialoog. Daarom voorspel ik nu al, het kan grote politieke consequenties hebben voor deze politieke keuken. Ik weet niet of hij politieke keuken of wat genoemd heeft, maar ik voel mij sowieso wat dat betreft niet aangesproken, voorzitter. Of het gaat om een politiek varken, maar laat me daarbij blijven. Laat me geen politiek moordenaar zijn. Laat me het daarbij laten en me trots voelen dat ik het land mag dienen naar waarheid en oprecht, zolang ik mijn bijdrage kan leveren. Helaas kan de president dat niet stellen. Ik dank u. Ja, dank u ook.